Dit kaartje kocht ik ruim 20 jaar geleden. Het was zomer en ik ging naar het dorp om naar de boekhandel te gaan. We gingen bijna op vakantie, maar voordat we op vakantie gingen, wilde ik graag een boekje kopen. Terwijl ik naar de boekjes aan het kijken was, begon alles om me heen te draaien en klopte mijn hart steeds sneller. Ik wist niet wat er aan de hand was en dacht dat ik ging flauwvallen. Ik kon nog net naar de kassa lopen om een medewerkster te waarschuwen. Ze nam me mee naar achter en gaf me een groot glas water. Ze wist wie ik was, want we kwamen er vaker en vroeg naar ons telefoonnummer. Nog geen 10 minuten later stond mijn moeder in de zaak en vertelde de vrouw dat er niks aan de hand was. Ik voelde me ook niet meer duizelig en fietste samen met mijn moeder naar huis. Een dag later besloot ik dit kaartje te kopen. Naast mijn ouders en mijn zus wisten eigenlijk weinig mensen van mijn angsten af. Als kind, tiener en twintiger was ik hier niet open over, ook niet naar vrienden op school. Dit veranderde allemaal in 2014 toen ik dit kanaal begon. Ik had toen best wel veel last van paniekaanvallen en we deelden er iets over in een video en daar kwamen best wel veel reacties op. De jaren daarna was angst een groot thema in mijn leven. En in 2018 zetten we een documentaire online waarin we alles lieten zien. Daar kregen we veel reacties op en eigenlijk dacht ik dat ik toen de angst had afgesloten. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ik had mijn angsten weggedrukt, maar aan het eind van 2018 kwamen ze extra hard terug. Ik maakte hierover een serie die jullie waarschijnlijk gezien hebben op mijn kanaal. Het verschil met vroeger was dat ik steeds meer open begon te raken. Ik durfde dingen te delen die ik nog nooit gedeeld had. In die tijd begon ik ook met het schrijven van mijn boek. Ik dacht ook, als ik iets ga schrijven, moet ik zo eerlijk en open mogelijk zijn. En ik denk dat de openheid mij heeft geholpen om uiteindelijk hier te zijn. En als je je afvraagt, wat is hier bijzonder aan? Kijk die serie terug, want ik durfde nog niet eens mijn huis uit. Omdat openheid over mijn angsten en het praten over mijn mentale gezondheid online, maar ook met vrienden, mij zo erg heeft geholpen, wilden wij mensen een tool mee kunnen geven om dit zelf ook te gaan doen. Ruim een jaar geleden bedachten we het mentale gezondheidsspel. En misschien heb je hem wel voorbij zien komen, want ruim een half jaar geleden lanceerden we deze met een video. Onder die video kwam een reactie die me bij is gebleven. Namelijk of we niet ook een spel konden maken voor kinderen. Omdat onze missie is mensen open te laten zijn over hun mentale gezondheid, is het natuurlijk mooi als je kinderen ook een tool mee kan geven om hier open over te kunnen zijn. Daarom hebben we het afgelopen half jaar in samenwerking met een stichting, docenten en kinderen gewerkt aan een nieuwe versie van het spel. Namelijk het mentale gezondheidsspel Junior. Dit spel zal vanaf komende woensdag te krijgen zijn op onze webshop. In samenwerking met zieke docenten hebben we dit kunnen maken en ik ben erg trots op dat dit gelukt is. Nu vraag je je misschien af, hoe speel je dit spel? Je sorteert de kaarten op kleur. Er zijn 5 kleuren en je hebt regenboogkaarten. Je moet van elke kleur 1 verzamelen om een regenboogkaart te kunnen pakken. En een regenboogkaart is eigenlijk een grappig dilemma. De vragen zijn samen met de stichting, docenten en kinderen gemaakt. We hebben er speciaal op gelet dat er geen gesloten vragen in zitten en dat allemaal in kindertaal staat. Nogmaals, we zijn er echt super blij mee. En vanaf komende woensdag is hij te verkrijgen. En daarnaast ga ik ook nog eens een lesmethode ermee uitvoeren, maar dat zal ik een andere keer wel een keer uitleggen. Nu gaan we even terug de tijd in, want toen hadden we een leuke vlog opgenomen. We willen, als het goed is, deze week live. Ik weet niet of ik in deze video al weet welke dag het gaat zijn, want ik moet ook nog verpakkingsmateriaal en zo bestellen. En wanneer dit binnen is, kunnen we pas eigenlijk gaan versturen. Dus ik hoopte dat we woensdag live kunnen, maar ik denk dat het eerder donderdag of vrijdag wordt. Volg me op Het Vet Gezellig, mocht je meer informatie daarover willen weten. Het is tijd om eruit te komen, maar niet voordat ik even laat zien wat ik vandaag ga aantrekken. En dat kan je dus ook van de week kopen. Een van de producten die we gaan verkopen en die we online ook al vaker hebben gedeeld, is deze trui. Met de drop hebben we er niet heel veel, omdat het nogal lastig is om in te schatten hoeveel mensen zo'n trui willen kopen. En aangezien we niet heel veel overstok willen hebben, dus dat we met producten blijven zitten, druk ik het in kleine batches. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen van ja, maar doe het dan op voorbestellingen. Dat is ook weer niet handig, want je hebt soms dat je een maand moet wachten op een bepaalde trui. Of ik vind dat gewoon te lang, dus ik wil het gewoon aan kunnen bieden en ga ik de volgende dag of een paar dagen later kunnen verzenden. Er komt wel iets aan dat ik over een paar weken waarschijnlijk kan bekendmaken, is dat we wel dus vaker iets kunnen leveren. Maar dat gaan we op een andere manier doen, waardoor we nog steeds niet met overstok zitten. En dat is nog niet helemaal zeker hoe we dat gaan doen, dus daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Maar als het goed is, komen de overprikkeld items sowieso vast in de shop en dat je ze vast kan kopen. Maar dat komt pas over een tijdje. Dank je. Ben je er klaar voor? Ja, waarvoor?
Nou, we gaan gewoon erop uit. Wat gaan we erop uit dan? Nou, gewoon lekker wandelen. Maar ik moet even naar kantoor, schat. Dat waarom dan? Ah, ik wil nog heel eventjes de shirts laten zien. Ik heb er eentje aan. Ja, dat is wel nice. Je hebt... Wil je de achterkant zien? Ja, ja, laat maar zien. Kijk jongens. Ik moet even naar kantoor, daarna kunnen we gewoon alles doen wat je wil. Ja, maar dat vind je leuk, want dat is nu in de ochtend moet je erbij wezen. Snap ik. Ik moet dus die verzendpakketten gaan tellen. Verpakkingen bedoel wat we ongeveer moeten hebben om het te kunnen verzenden. Want anders kan ik het gewoon niet verzenden. En dat nou, is best laten we dat dan even doen. Dat is het enige wat we hoeven te doen. En dan ga ik gelijk even de shirts zien welke we allemaal hebben, zodat mensen zien, dit komt op de webshop. Dit kan ik bestellen. Dit is een vintage shirt met overprikkeld erop. Van de voorkant en de achterkant niet geborduurd, maar geprint. Dan hebben we hier er drie van. Zwarte, witte en een groene. Dit is hetzelfde shirt wat we voorheen ook deden. Dan hebben we natuurlijk de famous trui. Die echt geweldig is. Echt mooie kwaliteit ook. Je kan het niet heel duidelijk op camera laten overkomen, maar het is niet heel erg dik. Het is een beetje een lente trui. Mooi erop geborduurd zoals je kan zien. Kijk, echt super tof. We hebben ook nog een shirt van deze laten maken. Maar die is oversized. Dat is dit shirt. Die is, zoals je kan zien, echt oversized. De bord, zoals je kan zien, is best wel breed. Het is in principe hetzelfde ontwerp, zoals je kan zien. Op de website zullen alle maten erbij komen te staan. Met de tabellen erbij. Zodat je zelf kan meten hoe groot ze zijn en welke maat je kan kiezen. Dat zijn dus alle producten. We werken met deze verzendzakken. Die zijn ook biologisch... En afbreekbaar en gerecycled. Het zijn do-good bags. In de toekomst gaan we iets heel anders doen. Gaan we dozen doen met print erop. Wat super tof wordt, maar dat zal in de toekomst pas zijn. Nu hebben we deze zakken nog. Dit is voor een trui. Maar ik heb er niet genoeg meer van, dus die moet ik even bestellen. En daarna gaan we lekker wandelen richting... Weet ik helemaal niet. We gaan naar het strand lopen. Al moet ik zeggen, ik vind het wel warm. En nu is het weer warm, hè? Ja, ben je trouwens benieuwd naar hoe het woensdag of donderdag, als de webshop online gaat, hoe dat ja, gaat? Ja, ik ben wel echt benieuwd. Ja, ik vind dat toch een van de leukste, spannendste momenten die er zijn. Ja? Zo wachten en kijken, zien hoeveel mensen er online zijn. Oh, wow, serieus? 90 mailtjes, what the fuck? Zo snel. Oh my god, wat een bizar. Is dat serieus? En nu kunnen we het ook echt daadwerkelijk zien, want bij Shopify kan je dus ook echt zien waar mensen vandaan komen en zo. Als je onze video van vorige week gezien hebt, dat we een dag lang gingen leven van reclameproducten. Heb je dit er voorbij zien komen? Ik had nooit verwacht dat Guilaine dit lekker zou vinden, maar we hebben het weer hoor. Jij wilde dit heel graag ook gewoon. Ja. Ik denk dat we een nieuw ding hebben gevonden wat jij graag wil eten, totdat je er geen zin meer in hebt. Ik heb tijdelijke voedselobsessies. Ik heb heel lang met Borek gehad. Oh ja, die Borek, ja. Tosties. Maar je had ook, toen wij net begonnen met daten, toen had je ook zo'n, volgens mij zo'n fase waarin je hummus heel de tijd deed met rode ui. Ja, ja en dan op een gegeven moment denk ik van, dat heb ik lang niet gegeten. En dan raak ik weer opnieuw geobsedeerd ermee. Cola, dat blijft gaan. Cola blijft altijd. Nee, ik heb een tijdje ijskoffie gehad. Oh ja. Dat ik liever Starbucks ijskoffie, maar die vind ik nu gewoon nee. Ik denk dat we een keer een video moeten maken waarin ik jouw obsessies of ga proberen of wat jij vroeger altijd had. Weet je wel, zo'n daglang leven van jouw vroegere obsessies. Toen had ik een obsessie met Snacker Jacks en ijsthee. Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Ongezien? Alles ongezien. Hier echt alles. Ja, toch? Ja, ik zou hier echt nergens binnen hoeven te kijken. Nee, het wel. Ja, ja, het is echt bizar als je dit kijkt, jongens. Moet je kijken, wat een huizen. Hier ook een huis. Wauw. Ook een huis. Allemaal huizen. Daarna ja, oké. Okay. Ja. En trek je het nog een beetje? Ja, het gaat wel van warm naar iets minder, naar warm naar iets minder. Ik vind wel lekker dat geluid hier, moet je horen. Ja. Heerlijk. Iemand is bezig met... stofzuigen. Dat dan wel weer. Maar even die vogeltjes heb ik het over. Ja, echt mooi. We hebben wel een leuk stuk gevonden om te lopen. Al moet ik zeggen, nu zie je nu wel weer... Nu hoor je opeens de weg. Nu hoor je de weg, maar nee, net een hele lange pad niet. En we zitten nu echt op een pad wat volgens mij richting Scheveningen gelijk loopt. Sowieso, ja. Dus dat is wel echt top. Zo kom je op een gegeven moment uit bij dat tankstation ja, waar nog bij... wat oud drukwerk verhangt. Van ja, en waar... Ik weet niet of het er nog hangt eigenlijk. En waar volgens mij in die flat... Freek Vonk woont. We hadden het er dus net over dat wij het leuk vinden om buiten de deur te eten. Maar ook om vooral geld uit te geven aan dingen waar je meer herinneringen van hebt. Dan dat je echt de spullen koopt. Merk dat hoe ouder ik word, ik daar wel steeds meer behoefte aan heb. Ouder, ik word steeds minder behoefte om allemaal kleding te kopen. Zij degene die van de week allemaal kleding heeft gekocht? Ja, maar dan is het echt weer even nodig. Ja, ik vind het nu vooral leuk om dingen in mijn kast te hebben die dan wat betere kwaliteit zijn. Waar ik gewoon langer mee kan doen.
Want uiteindelijk is dat het leukste, toch? Daarom vind ik het ook nu bijvoorbeeld leuker dat we gaan wandelen. En dat we weten dat we aan het einde even iets lekkers gaan eten. En waarschijnlijk hebben we weer nu... We hebben nu bijvoorbeeld een wandeling gemaakt die best wel weer nieuw is als dat we normaal deden. We komen weer op leuke plekjes, leuke huizen. En dan heb je dat als een soort van herinnering wel weer. Onze stek heeft geen borrelplank meer, jongens. We gaan die borrelplanken weg, hè? Maar wat gaan we nou doen dan? Ik weet niet. Iets kleins dan maar. Doe me een beetje denken aan uit Duitsland. Er werd dus aan mij gevraagd of ik een strandtentenvoettour kon doen. Op vet gezellig. Als jullie allemaal geld inzamelen, wil ik dat best doen. Maar ik verdien niet genoeg op een video om dat te kunnen bekostigen. Zou ik denk ik het dubbele kwijt zijn als dat het oplevert. Wel een leuk idee. Zo, het blijft een stukje hangen. Jammer dat ze de borrelplank niet hadden. Dat was wel lekker. Ja, dat was wel lekker, maar het was wel jammer dat ze de borrelplank niet hadden. Wat vond je het waard? Ik zou zeggen 4 donuts. Ja, ik vond het echt lekker. We dachten van nou, we kunnen naar huis gaan, maar toen hadden we ineens een gesprek en dachten we van nou, misschien moeten we gewoon lekker uit eten gaan vanavond. Dus we lopen vanaf Scheveningen nog even Den Haag in. Tegemoet. Want we gaan eten bij Bit en dat zit vlakbij het Binnenhof, echt schuin tegenover. Dus we moeten nu nog een uurtje wandelen, maar goed. Daar hebben we er wel voor over, toch? We hebben weer even gespreksonderwerpen, toch? Over? Ja, wat we gaan eten. Oeh ja, ik heb zo'n zin in een carpaccio, hè? Vindt hij nu ineens weer warm? Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk zo. Ja? Ja, ik vind het niet te warm, niet te koud, perfect. Hey jongens, luidjes! Jullie hebben natuurlijk niet gezien wat we nou eigenlijk van het restaurant vonden. Ik moet zeggen, ik vond het echt lekker. Het eten was goed vers. Wat zou je het geven? Ik geef het een 4 out of 5. Ik een 4,5 out of 5. Nu heb jij natuurlijk het idee van, komt woensdag nou die website online? We hebben het uiteindelijk afgekregen. Ja. Dus komende woensdag om 7 uur 's avonds komt de website online. En als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, krijg je 10% korting op je eerste bestelling. Wat wel even belangrijk is dat we de accountgegevens niet konden overzetten. Dus dat je even een nieuw account aanmaakt op deze site. En die wordt dan automatisch gekoppeld aan de nieuwsbrief. Kan je ook tijdens het afrekenen doen. Dus als je al wat in je mandje hebt en je rekent af, kan je ook een account aanmaken. Mocht je nog niet ingeschreven zijn voor de nieuwsbrief, linkje staat in de beschrijving. Komende woensdag komt dus en het spel en de shirts online. En ik ben heel erg benieuwd en excited. Nee, je hoeft niet zo mee te doen. Hoezo, dan ga je... Ik doe het met mijn benen.